Waarschuwing. Seekers dringt aan. Niks na te doen of te proberen wat te zien is in onze video's voor de veiligheid van jouzelf en anderen om jou heen. Yo, ik ben Devin. En ik ben Tim Tigran. Wij gaan illegaal naar een gesloten waterpark. Je kijkt naar Seekers. This is make believe, but I continue to make peace. Hey, make no mistake, I was born and raised in the street. Denk je dat ik opval zo met mijn rode trui? Ik denk het wel. We gaan de grote camera opbergen, want die valt echt te veel op. We pakken de GoPro erbij, die kunnen we snel verstoppen. En dan Ingang zoeken. Het waterpark is echt letterlijk hier. We hebben gisteren al een klein beetje in de middag gekeken. Dat is te zien op Govert's video, dat staat in de beschrijving natuurlijk. En ik denk dat we gewoon maar moeten gaan, man. Ja, alleen het grootste probleem is dat we ook al beveiliging hadden gespot. Dus ja, we moeten echt wel heel sneaky. Ja, en zeker met Tim's kleurtje. En ook mijn kleur. Ik loop erbij als Pipo de Clown, dus ik moet echt denk ik kruipend door de bosjes gaan. Maar ook een keer leuk. Ja, je komt goed, hè. Ik weet niet of jullie het ook op de camera hebben gehoord. Maar wij gaan in ieder geval echt aan de andere kant van het park, denk ik, erin. Oké, Devin is daar over het hek gegaan. Wij gaan hier door het gat heen. Kijk, Gover is er doorheen gekropen. Lijp. Hey, de jongens hebben een hek gevonden. Ik sta hier echt al te dichtbij om terug te gaan. Het is echt op heel het hek. Dus ik zie hun straks in het midden. Ik ben in het park, Oké, dat hek schiet echt niet op. Oh, yes. Guys! Yo, boys. Hey, kijk eens omhoog. Ik hoor jou. Oh, ik hoor je gewoon. Jongens zijn volgens mij, als het goed is, onderweg. We kunnen hier gelijk een dikke glijbaan pakken. Maar dit is nog zeker niet de dikste, want in de verte daar staan echt hoge glijbanen. Man. Gast. Hé, hey, weet je wat ik zeg? Laten we gelijk hier naar boven gaan, deze slijt pakken. Ja, maar kijk uit dat hij ons niet ziet, hè? Nee, alleen dat ene stukje is gevaarlijk, dus we moeten snel daarop gaan. Ja, als hij ons ziet is fucked. Ik hoor een piep. Kom maar. Devin is slim geweest, die heeft zijn zwembroek aan. Yes. Maar ik niet. En er ligt dus van dat vieze groene water. Ja, dat is wel echt smerig, hij is ziek geworden. Maar goed, maar hier zit die beveiliger wel ver, hè? Gaat dus hij dat ook horen, inderdaad? Ik denk dat je het kan doen. En dan laat je je spullen voor hier liggen, dan pak je die ogen. Ik weet ook niet hoe diep het is. Dit is diep genoeg, ouwe. Ik zeker. Hier, dit zijn de regels, gast. Het is 3 meter diep, die pool. 3 meter. Tering eng, want er zit echt een drop nog achter. Gelijk zijknat, ik weet niet hoe diep het is. Het water is fucking smerig. Dus ik ga er gewoon voor. Hey. Oh shit, koud. Dit is koud. What the fuck? Lekker man. Op naar de volgende glijbaan. We staan nu bij de grootste glijbaan, dat is deze hier achter mij. Ik ga even kijken of er water in zit. Want dan weten we wie er kan glijden. Oh joh. Ik
Ik zweer, je gaat dood als je hiervan afglijdt. Zonder grap. Kijk dan. Kijk dan. Als je hiervan afglijdt, ben je klaar, vriend. Kijk dit. Nee. Dit is geen water. Nee. Laten we snel naar boven rennen, want dan kan je het zelf zien. Ja, maar als ik gelegen was, dan ga ik echt tussen. Volgens mij moet je hier ook met zo'n band. Kijk maar. Je bent dood, man, als je hier vanaf gaat. Loop ik dan in mijn fucking onderbroek. Boven niks staan, alvast bij de kamikaze. Ja, en dat is een high speed ride. Ook een high speed ride en deze kunnen we zeker wel doen. En plus, dit is de allerhoogste van het hele park, hè? Dus eigenlijk veel dus dikker, veel man. Zieker dan die. Oké, okay. Tim en Ties zijn er ook bijna. Gaan we met z'n vieren van de high speed fucking kamikaze. Nou, nu moeten we beter snel zijn. Ik denk, alles ziet ons nu, hè? Alles ziet ons. Laten we rennen en van deze fucking glijbaan gaan. Let's go, let's go. Holy shit. Oké, snel, let's go. Def, ik ga gelijk, hoor. Ja, let's go. Gaan we. Gaan we. We zien jullie zo. Dit hoor je echt tegen je goed gek. Fuck, en gelijk. Def. Kom naar je kleren, kom naar je kleren. Bro, ik denk niet dat we zijn gezien, man. Govert en Ties nemen de route rechtdoor. Wij gaan via de zijkant. Ja, via de waterbaan, want die had ik net ook al gezien. Ja. Die is echt super chill. Maar volgens mij heeft de beveiliging ons nog niet gezien, maar er hoeft er maar eentje te bellen van heel die weg en we zijn er door. Langs die blauwe glijbaan weer gaan. Ja man, en dan zijn we ook best wel safe. Kijk hoe goed je hem ziet, hè. Jezus. Hé, maar dit is één dikke locatie. Ja, we zijn weer bij het smalle pad aangekomen. Hier staan we redelijk veilig, omdat hier zo gewoon bosjes om ons heen zijn. Oh shit. Dat is kut, vier die rand. Vier die rand een beetje. Voor deze glijbaan heb je ook een matje nodig. Dus we gaan inderdaad via de wildwaterbaan. Tim is al onderweg. Fuck, ik zie een beveiligingauto staan, jongens. Ik zie de auto van de beveiliging. Ja. Je moet hier laag, man. Beveiliging staat hier recht tegenover. Zelfs nog een tweede auto, gek. Die gele. Ja, we gaan via die kant. Daar is de gele auto. Tim zag net het andere busje. Gast, die achterste glijbanen komen daar ook uit, hè. En ik zie ook gewoon het raam van het busje openstaan. Er zijn duidelijk mensen aanwezig. Die rots gaan. Ik denk niet dat hij ons dan ziet, man. Doe hier eventjes een grond. Ja, gek. We zijn dus veilig om eerst uit te gaan en dan. Maar we zijn nu echt naast dit ding. Alleen weet je wat wel is? Daar is het huisje. Ja. Volgens mij zit hij daar. Volgens mij zit hij in dat hokje. Ja, zit hij ook. Ik denk dat we een goede kans hebben als we nu naar de glijbaan rennen. Of maar dat zouden we met die gasten doen, toch? Ja, we zouden ze daar meeten bij die glijbaan. Zij zijn via die kant gegaan. Ja. Ik weet niet waar ze zijn. Go. Safe. Ja.
rijdt de politiebusje weg. Er reed een politiebusje van de trein af. Koud. Boys. Er reed een politiebusje van de trein af. Ja, ik dacht echt, what the fuck, wat gaat dat busje nou weg? De politie is net van de trein afgereden. Ja, toch, popo, ja, hè? Ja, jij zag het ook. Ik denk dat de popo nu aan het observeren is. Ze stonden net hier op het parkeerterrein. Als iemand gebeld heeft, ik heb boys gezien op die glijbaan, dan gaan ze rondjes rijden. Als ze ons dan spotten, is het op heterdaad, zijn we keihard de lul. Als het trouwens zover praten, want de beveiliging zit hier onder. Ja, ik zeg, we gaan het hek over, man. Kom, cool, weg, man. Oké, dus wat het nu dus is, als we nu gespot worden en op heterdaad worden gepakt, zijn we alle beelden kwijt en hebben we geen video. Nee. Is dat het risico waard om die glijbaan boven te zien? We hebben hem gezien, wat denk jij? Dat is zeker het risico eigenlijk niet waard. We zijn sowieso gespot door iemand. Er is melding gedaan, dus we kunnen echt niet te hard praten. En deze trap, die is fucking lang. Jij met je rode trui, ja, wij met z'n vieren. Ja, fucking goed. We zijn weer safe. Yes, vond je dit nou een super vet avontuur? Laat even die duimpjes omhoog achter. Een leuke reactie. Vergeet niet te abonneren op ons kanaal. En druk dan gelijk even dat belletje in. Check ook de kanalen van Ties en Gover. Yes. En dan zien we jullie de volgende keer weer. Later! Er zit hier ook ongedierte. Uiteraard een dode rat en zo ruikt het ook. Luister eens. Het is een beveiliging gewoon. Losers.